Moment. Iets verder? Nee. Iets verder dan achteruit. Nog iets? Nog iets? Nog iets? Nog iets? Nee, dat is de verkeerde kant op. Ik weet wat je aan het doen bent. Ik krijg me niet van het scherm. Wacht. Tada! Je bent van het scherm. Nee. Oké. Hallo iedereen en welkom! Bij de solo video van mij alleen. Wat? Dit is een solo video van mij alleen. Oh kijk, een wild paard. Wat zou die mee willen gaan? Ik geef op. Dit is de echte intro. Nee, met mij erbij. Dat kan gewoon anders. Niet anders. Zonder mij. Dat gaat niet. Toch, Aria? Oké, ik moet nog niet het landschap proberen te laten zien. Dat is best lastig als we de camera draaien. Oké. En we draaien om. En dat was onze dans. Dankjewel voor het kijken. Yay, video is afgelopen. Oké, hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Het ziet er ietsjes anders uit dan normaal. Wat meer op de zijkanten zijn wat meer ingezoomd. Het waren wat technische problemen, maar het is opgelost. Mm-hmm. En toen kwam er eigenlijk iets bij. Wat eigenlijk niet echt een probleem kunt noemen in dit geval. Nee. In het begin wouden we iets opnemen, dat zou Margot dan opnemen en ik zou het geluid doen. Want ik had het probleem niet op mijn computer. Totdat zij mij aanstak. Dit lijkt dus aanstekelijk te zijn. Ja. Heel gevaarlijk. Dus blijf uit de buurt van mensen die dit probleem hebben. Met andere woorden ons. Ja. laat ons met rust. Dus ja, wat is het probleem? Nou, we hebben hier dus een brug. Hè? En er is geen water onder de brug. Nee, kom niet dichterbij! Nee, nu is ze aangestoken. Ja, nu heeft zij ook geen water. Het is begonnen. Het is een virus. Maar goed, zoals we dus al zeiden, er is geen water onder deze brug. En dat is een heel groot probleem. Want we hebben dus een brug zonder water. Nee, dat is zo. Dun dun dun. De hele wereld vergaat ze. Ja. Want wat moet een brug nou zonder water? Probeer je als je bent verdronken in lucht. Ja! Precies. Kijk! Ik kan vliegen. Ik hoor echt zo ineens op de grond staan. Ja. Maar ja, zoals je ziet, het is niet alleen deze kant waar er nu een gigantische groeven is ontstaan. De andere kant heeft er ook last van. In feite eigenlijk heel Jovik. Ja. Heel het spel heeft er last van. Ja. En dat worden wij dus eigenlijk laten zien. Nou, dankjewel voor het kijken. Dit was de video. Nee. We gaan nog meer dingen laten zien. Want natuurlijk willen we. Natuurlijk is het natuurlijk wel een hele leuke opportunity. Kans, dank je. Nederlands, niet mijn beste vak. Moet het wel, maar toch niet je beste vak. Precies. Om een beetje rond te lopen en te kijken van hoe het eruit ziet als er geen water zou zijn. En blijkbaar sta ik in water. Ja, hier moet er even water zijn. Je ziet zo de kringen. En de spatjes, zeg maar. Ja. Maar kijk wat ik ook kan. Tada! Ik kan vliegen. Het lijkt echt alsof je gaat vliegen. Ja, dan ben ik het even dit. Maar ja, ik heb dit probleem al langer gehad. Ja. Dus ik heb al veel plaatsen gezien. Dus, ik heb al alles gezien zonder water. Dus nu weet ik waar het cool is en waar het niet cool is. Dus Margot is onze gids.
En ja, zoals ik al zei, in principe was de bedoeling dat zij het alleen op zou nemen. Maar aangezien ik het nu toch heb, scheelt het een heleboel gepruts met video en geluid bij elkaar voegen. Als ik het gewoon allemaal in één keer opneem. Voor die ene keer. Voor die ene keer. Precies. Dus. I don't know. Denken, waar zouden we eerst naar toe? Ah, veel deel meer misschien. Veel deel meer, oké. Okay. Veel deel meer is gewoon letterlijk water. Nee. Nu dus eigenlijk niet meer. Maar het is nu echt, het is gewoon een woestijn. Ja, daar is alleen meer gras op de grond. Ja, dat klopt, maar... steppen. Ik denk dat Torstable geen moeite heeft gedaan met het afwerken van de grond onder water. Auw. Maar ergens wel begrijpelijk, want het is niet de bedoeling dat je dat ziet. Nee. Dus, onze gids, vertel ons wat over het water. Over het water? Ja. Welk water? Ja, precies, vertel dat over hoe is het weggegaan, sinds wanneer is het weg? Wat is de geschiedenis? Is er een magische kracht die je... Dus je kent ze wel die berichten aan mensen rondsturen. Ja. Als je dit niet aan 5 mensen doorstuurt, dan krijg je heel veel ongeluk. En ik heb het dus niet doorgestuurd. Oh jee. En ineens was er geen water meer in de wereld. Oh, dat is een andere persoon. Maar, oh, misschien is dat het, want ik heb ook ik stuur die brieven ook nooit rond. Je bent vervloekt. Welke brief was het? Was het over een meisje die niet vergeten wou worden en vervolgens kende niemand meer haar naam? Exact. Ik weet haar naam nog steeds niet. Zoveel mensen. Maar waar ben jij? Ik ben bij Veeldeel meer. Het is Veeldeel zand volgens mij meer. Ja, Veeldeel woestijn. Vraag weglopen. Dat is gewoon zo. Dat gaat echt gewoon naar beneden zo. Ja. Yeah. Ik vind het zo leuk. Dat Rita zweeft daar ook een beetje zo. Het is de tijd als je vliegend paard wil opnemen. Mm-hmm. Ja, nee. Nee, dat is wel het uitdrukken. Ik zit half ingeslapen bij mij, nog totaal moe. Oh. Maar zo lui moe, weet je zo. Ja. Dan moet je wat gaan doen. Nee. Wel. Zie maar, de waterhol is er nog wel. Ah. Al wel minder, denk ik. Ik denk dat het zo een beetje een animatie is, dat ze tegen de bergwand dat het een beetje loopt, maar volgens mij was er ervoor meer water. Denk ik. Het zou kunnen dat er in ieder geval, dat er op de achtergrond in ieder geval dat de water liep. En doordat dat ze gewoon de animatie ervoor hebben geplaatst, inderdaad. Ja, volgens mij dat het. Maar er komt ook nog zo altijd een beetje water omhoog. Dus hier is de waterval is er nog, alleen het water achter de waterval eventueel niet meer. Nu lijkt het alsof het daar zo'n pad loopt, zo weet je. Ja, oh ja, inderdaad. Laten we hier naar beneden gaan. Hier? Ja. Ik heb geen zin om helemaal terug te lopen. Kom je nog? Blijkbaar niet. Je springt gewoon naar beneden. Is toch niet al te moeilijk? Je moet wel wat. Je moet wat verder omhoog lopen. Maar het lukt er niet. Wacht. Het gaat me lukken. Je moest helemaal niet springen. Ik heb nooit gezegd dat je moest springen. Je moet gewoon naar beneden springen, hoe moeilijk kan dat zijn?
Ja, nou precies, hoe moeilijk kan het zijn? Ik zeg het. I just give up, just never mind. Auw. Dus, ja. Yeah. Er heerst een grote droogte in Jorvik. Buiten deze. Buiten tegen deze berg. Daar zit heel erg nat. Maar voor de rest is het allemaal droog. Ja, dit is het enige water dat mensen kunnen. Het water is verdwenen. Daar is het water. Water verdwenen. Water is er. Als je drie gaat staan, dan ga je er echt zo'n beetje. Ja. Gonna wash my butt. Ja. Ik wil kijken hoe ver ik kan. Oh, kijk! Ik vlieg! Toen ging je mee. Nu val je zo keihard over naar. Nee! Je vlieg zo keihard over naar beneden. Ja. Wacht, blijf staan, blijf staan. Ik kom er vanzelf alweer. Ik zei blijf staan. Ik kom er wel weer. Kijk, tada. Ja. Nee! Oh jee! Nee! Zit je er. Je zit vast in de loop! Nee, 3 weeks later. Oh nee, dat is dat, dat is. Eventually. Oh, ik sta. Kijk. Je valt vast in zo'n loop. Nee. Kijk, ik blijf gewoon staan en dan kom ik weer hier bovenuit. Nee. Have fun. Oh. 6 hours later. Tada. Oh, het kost me minder moeite. Oké, en dan gaan we weer eraf. Sorry. Oké, de volgende. Waar zou dan. We kunnen vanaf hier makkelijk in een dino willen. Is er veel water om er niet te zijn, zeg maar? Die splitten? Zou dat wel kunnen kijken, ja. Dat zijn nu echt gewoon echt kloven in de grond. Oh, misschien kan je er veel meer vanaf onder zien. Want soms kan je door het water kijken, er allemaal dingen die eronder liggen. Zoals allemaal wortels en zo. Ik heb zin in een appel. Je hebt zin in een appel? Ik heb een appel, ik heb er 11. Ik heb er 10. Maar ik heb wel een banaan, 5 wortels, 8 appelsine, 3 kleine stukjes gooi en 12 grote. Ik heb 16 wortels, 11 appels, 5 kleine stukjes hooi, 14 sinaasappels, 27 grote stukken hooi. Mijn paarden hoeven geen eten meer voorlopig. Even? Kijk, wat is het hier? Wauw. Als inderdaad gewoon afgrond. Je ziet dan hoe dun dit laagje ijs eigenlijk is. Kijk bij andere plekken. Ja, dat ding dat zweeft daar gewoon. Ja, logisch. Heel logisch. Maar het skelet houdt gewoon ook op boven het ijs. Er zit niks onder het ijs van het skelet. Oké, maar Epona of Hillcrest, Cedarhoof, een van die twee dingen. Of misschien via Fort Pinta naar. Of wacht. Wacht, heb je de. Je hebt de ballon nog niet zeker. Jawel. Jawel, we gaan naar de ballon. Ik heb alle quests al gedaan. We gaan naar de ballon, we nemen de ballon, ik kom in Steve terecht, we nemen daar de tweede naar Fort Pinta. Voor Fort Pinta laten we even zien. Haha.
Daarna nemen we de boot naar Zuiderhoef. Mm-hmm. Zuiderhoef zien. We lopen door naar New Hillcrest. Mm-hmm. En vanuit New Hillcrest gaan we dan de trein nemen naar bijvoorbeeld Jawaheim. En dan nemen we de boot naar Golden Hills. Is goed. Maar kom je er nog? Ik ben al bij Steve. Oh. Ja. Je kunt gewoon al voor pick-up doen. Ja.